Ik ben Robert Hoog en ik ben de creative producer van Sleepers. En ik speel de rol van Martin in de serie. Mijn naam is Simon de Waal. Ik ben schrijver. En samen met Robert Hoog heb ik de serie Sleepers geschreven. Misschien vragen mensen zich af, wat is een sleeper? Het verhaal Sleepers gaat over een rechercheur die op jonge leeftijd naar de politieacademie is gestuurd door een groot crimineel. Met de intentie om zich binnen de politie op te werken, zodat hij, als hij hoog in rang zit, gevoelige informatie aan die crimineel kan doorgeven. Wat jij hebt gedaan, bro? Ik had je onderschat. Onbekend fenomeen, waarvan het gerucht is dat het al speelt, al heel lang. Wat dacht je, dat Henk de eerste of de enige was die op dat idee is gekomen? Gewoon dat Bruinsma de eerste was. Dus wie weet hoeveel er nog rondhuppelen zoals jij en voor wie ze werken. Dat verhaal is heel hardnekkig. Het is nooit bewezen, maar het is heel hardnekkig. Maar het is wel een prachtige basis om deze serie op te maken. En het is een serie die gaat over een man die in een moeras terechtkomt, waarvan hij niet meer weet hoe hij eruit moet komen. Hij gaat zijn gezin moeten beschermen, maar hij moet ook nog steeds politiewerk doen. En er zijn gewoon hele grote criminelen die heel veel druk op hem uitoefenen. Ik zou het niet beter kunnen zeggen. Dit keer. Weet je dat? Oh. Goed, hè? Ja, fijn toch? Goed gedaan. Ja.